Zo, daar zijn we weer. Vandaag doen we een kleine, een snelle unboxing van een nieuwe koptelefoon setje die ik heb gehad. De Fisher Audio FA-004. Versie 1 ga ik er maar vanuit. Ik had de versie 2 besteld, maar er is versie 1 binnengekomen. Dit is hem dan. Je krijgt hem zo verpakt. Het, op zich is daar niks mis mee. Het is netjes verpakt. FA-004 over het headphones with remote en microfoon. Ja. In de kleur zwart. Nou, zoals je ziet is hij gewoon helemaal verpakt. Helemaal dicht nog. Kleur zwart. En hier heb je nog een paar kleine specs ervan. Frequency range 20 tot 20.000 hertz. 104 decibel aan sensitivity. 32 ohm aan impedance. En input power 180 milliwatt. Nou ja, kleuren bruin-zwart. Er zit een 6,5 mm adapter bij voor de stereotoren. En hij wordt geleverd dus in een mooie canvas koffertje is het eigenlijk, hè? Ja. Carrying bag. Nou, zullen we maar even openmaken. En kijken wat erin zit. Eens even kijken, hoe krijg ik dit eraf? Dat is het wel mooi verpakt hier. Gaan we eens even openmaken. Er moet ergens een labeltje aan hier. Even kijken of we hem even netjes kunnen open krijgen hier. Goed dicht geplakt. Hop. Zo. Nou, dan krijg je hier nog een mooie logo. Master Series. Gaan we eens even open zippen. Kijken wat erin zit. Zo, dat ziet er zeker niet slecht uit. Zeker niet slecht. Er zit een hoes. Carrying case, hoes. Met weer de logo Master Series. Dus op zich is dat netjes. Heel erg netjes. Een zakje met extra oorschelpjes. En ik zal het even laten zien. Kunnen jullie het goed bekijken? Het zijn oorschelpjes in leer. Deze twee zijn van leer. Of het echt leer is of kunstleer, dat weet ik niet. Maar leather look, zullen we het maar over hebben. En er zijn er nog twee bij. Met stoffen. Voor het zachtere gevoel aan je oren. Nou, dat is zeker niet slecht. Nou, zo ziet is die Fisher koptelefoon toch echt netjes verpakt. Heel goed verpakt. Even kijken. Laat hem even nog even opzij leggen. Ik vind dit wel het vermelden waard dat een koptelefoon zo netjes verpakt wordt. En nou heb ik voor deze koptelefoon betaald 20 euro. En je krijgt hem compleet geleverd. Oh, er zit een verloopstukje bij. Ja, verloopstukje. Ah, nu zie ik het. En wat garantie gebeuren. En dat was het eigenlijk. Voor de rest is hij leeg. Maar nogmaals, ik vind het heel netjes dat hij zo stoer verpakt is. De Fisher Audio. Dit zijn de koptelefoontjes zelf. Nou, hier kan je het ook zien. Fisher Audio. FA-004. Stereo headphones. Nou, op zich voelen ze lekker licht aan. Niet te zwaar. En er zit een microfoon hier. Nou ja, een mute knopje of een play knopje. En dan hebben we hier nog de jack. Met nog een stukje voor de stereotoren. En nog een, dit is voor in je telefoon of tablet. We gaan hem zo even uittesten. Kijken wat de geluidsproductie is. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb 20 euro'tjes betaald voor deze koptelefoon.
van Fisher Audio. Nou ja, ik ga niet zeggen dat ik topkwaliteit verwacht. Ik vind wel dat de afwerking heel erg strak is. En dat vind ik heel netjes. Ik zal even kijken of ik het nog beter kan laten zien. Dit is de bovenkant. Leather padded. Met de logo Fisher Audio. En de onderkant is ook leather padded. Kijken of ik het in de licht ga zetten hier zo. Dat is ook leather padded. Dus dat is netjes. Dit is gewoon plastic. Het lijkt op metaal, maar het is gewoon plastic. Op zich niks mis mee. Als hij het gewoon goed zijn werk doet. Je kan de koptelefoon dus niet kantelen. Het is gewoon één maat. Je kunt ze ook niet draaien. Het is geen inklapbaar model. Dus het is eigenlijk meer een model voor thuis bedoeld. Het kabeltje is ook niet al te lang. Ik dacht 1,5 meter. That's it. Je kan hem verlengen met het verlengstukje wat erbij geleverd werd. Ik ga hem even op deze Nexus Hero zetten. En dan gaan we even kijken of er wat geluid uit kan komen. Eens even kijken. Even eruit halen hier. Hup. Nou, dan wordt het kabeltje wat langer. En dan gaan we de Nexus even aangooien. Even aanswinkelen met wat muziek. Hup. Hup. Nou, speel maar wat af. Ik hoor iets. Klinkt heel zacht. Eens even kijken. Waar kan ik de volume? Even de. Nou, je hoort iets. Hard genoeg, zou ik zeggen. Nou, ik heb even geluisterd ernaar. Het is niet dat volle geluid wat ik net van de clips had. Dat hoor je niet. Het is niet zo zwaar. Geen diepe bassen. Maar voor een koptelefoon van €20, nogmaals, klinkt die gewoon goed hoor. Je kan het misschien een beetje horen. Ik zal hem even iets verder zetten. De geluiden komen er netjes uit hoor. Ik hoor wel een overduidelijke treble erin. De bassen die zijn wat achter. Omdat dit kan je niet zeggen van er zit een goede zware bas in. Dat zit er zeker niet in. Maar voor een koptelefoon van €20, nogmaals, geen slechte deal hoor. Geen slechte deal. Dus als iemand een goedkope koptelefoon zoekt met normale geluidsproductie, ik zeg maar om gewoon normaal geluid eruit te krijgen, is dit geen slechte deal. De Fisher Audio FA004 voor de €20 is het een aardig koopje geweest. Verwacht geen Beats kwaliteit of Beats geluid eruit, dat komt er niet uit, ook geen Bose geluid. Het is gewoon normaal geluid wat een klein beetje veel treble uitlaat. Niet storend, maar toch wel een beetje. Dit was mijn unboxing van de Fisher Audio FA004 versie 1 model in de kleur zwart. Tot de volgende keer. Waarschijnlijk een review van een smartphone. Iets dergelijks. Ik hoop dat jullie deze unboxing wat vonden. En tot de volgende keer weer.